hele goede middag. Ja, welkom bij deze gloednieuw weekend vlog. Mijn naam is Karen Stalman van de Werf. Mijn man die nu aan het rijden is, dat is Roderick Stalman van de Werf. Voor de nieuwe die ons gaan volgen. Dat is altijd handig om dat even te vermelden. Wij zitten dus, zoals jullie zien, in de auto. Toet toet. Kijk, en daar zit het zusje van een lady. Ja, ook altijd handig om dat ook even te weten. Hè? En wij nemen jullie gezellig mee met het ons project bedden kijken. Ja, ik heb nou een bed. Die is voor ons te laag aan het worden. En ik heb hem al ruim lang, zou ik zeggen. Ik ga even zo meteen rekenen en dan kom ik daar zo meteen op terug. Dat zeg ik wel vaak, maar ik doe het niet. Ook zo handig. Maar ik ga dat dus nou wel doen. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier. Ja, we staan dus nu gezellig en voor het rode verkeerslicht te wachten. Kijk, dat is wel erg rood. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk, zo groen. Grappig. Ja, maar ik heb even net uitberekend samen met Ro. Ik heb dit jaar oktober, ongeveer, hè, plus minus, nog voor oktober, heb ik mijn bed al 6 jaar. Dus hij is wel aan vervanging toe. Ja, en hij is laag, want hoe laag is hij? Even alleen de bokspring eerst, want je hebt een papiertje. Ja, even op mijn manier, hè. De hoogte is 1 millimeter, maar hij doet dat dan weer niet in millimeters opschrijven. Maar ik heb een millimeter. Oh ja, nu millimeter. 57 millimeter. Zonder een nul erachter voor mij. Breedte is 1,60. En lengte is 2 meter. Ja. En dan bokspring met poot is 34. Matras is 20. En topper is 20 millimeter. Nou, nog en niet eens. Dus dat is laag. Ik zal wel even de dingen hieronder schrijven. Maar daarom gaan we ook even op zoek naar een ander bed, toch schat? Ja. Waar we ons samen in fijn voelen, toch? Ja. Waar jij ook eindelijk een keertje zegt van, ik wil lekker bij je slapen, toch? Ja. Want nou heb jij zoiets van, dit bed ligt voor mij niet lekker, hè? Nee. Dus ja, dan slaap je ook niet lekker. Kijk, en ik slaap ook niet lekker, hoor. Daar niet van, zo. Dus ja, dan gaan we toch even kijken voor een andere bed, bokspring. En boksprings vind ik wel gewoon fijner. Oh, ik dacht wel een... Wat denk je? Plusauto. Maar het is de verkeerde kenteken. Okay. Ja. Oh ja, en daar heeft iemand trouwens ingelogd op de Facebook. Oké. Okay. JG. Oké. Okay. Handig toch? Om 6:10 vanochtend. Maar dat is niet voor jullie ter zake. Dat is voor ons. Ja, en mij. Dus, we gaan jullie gewoon, wat ik al zei, lekker meenemen. Heb jullie er zin in? Vast wel. Vast wel, toch? Ja. Ja, ik heb last van de zon. Lekker. Zo. Zo, pat. Zonnetje, jongens. Ja, zonnetje.
dame hier voor ons. Die reed dus net naast mij aan deze kant. En die kwam al voor rechts, maar die wou dan ook rechts inhalen. En dat hebben we liever niet. Dus dan mag je gewoon even lekker omwachten met inhalen. Ga je lekker achterkant. En nou rijdt ze dus daar. Ik ga maar de snelheid. Want Rodi rijdt. Even kijken. Ik heb het niet kunnen zien. Maar hij rijdt 100. Wat gaan we doen? Bellig. Die auto mag ook wel eens een keertje schoon. Goed zo. Niet deze afslag, maar de volgende afslag. Mooie zon ook, hè. Ja, en wij gaan dus nu bij Hakko binnen. Hakko, Hakko, woon-slapen. Zo, wij zijn dus nu bij deze woon-slapenwinkel geweest. Wij hebben eigenlijk al een bed uitgezocht. Maar wat voor bed ga ik nog niet vertellen. Nee, want dat is een verrassing. Het is een slaapbed. Het is een slaapbed. Slaapbed, ja, dat klopt. Maar Rodi vond het lekker liggen. Alleen ik heb nou iets voor mijn ding wat ik niet fijn vind. Zo. Maar hoe voel je me liggen? Ja, lekker. Ja? Ja. Mooi. En je kan ermee spelen, toch? Heel mee spelen, ja. Dus ja. Dus dan hoop ik dat ik hem in week 9 kan... Nou! Maar vond het nieuw? Dank je. Ik ben te vlug. Of jij te langzaam. Kan ook. Dus ja. Dus dat... Het is wel een beetje aan de, nou ja, niet heel duur. Nee, het is een flinke korting op. Dus dat is mooi. Een hele flinke korting, ja. Bijna de helft, denk ik. Ja, zo ongeveer. Ja. Doe, en hoef je zonnebril af. Juist. Hè? Fijn. Maar hoe voel je hem gewoon even ja. Ook voor en voor de kijkers? Ja, hij ligt lekker. Het is aanpasbaar, zeg maar. Ik kan met z'n tweeën erin liggen, is ook erg lekker. Joe, is heel handig. Ja. Er zit een schotje aan de muurkant, zeg maar. Ah, ja. Met je hoofdkussenkant. Ja, en de rest is nog allemaal lekker. Een verrassing voor jullie. Wat voor bed het is. Maar daar kom ik binnenkort wel weer een keer op terug. Zeer zeker. Verdwijnen. Nee, mag niet van YouTube. Dat gaat dit, gewoon een muziekje eronder. Hè? Gewoon een muziekje eronder. Ja, maar ik mag wel heel even een klein beetje meezingen. Meezingen? Ja? Maar ik copyright op meezingen zitten. Weet ik niet, I know. Maar, he, maar als het maar een heel klein beetje duurt erop, maar niet gelijk. Het mag niet langer zijn dan iets van 30 seconden of zo, weet ik veel. Okay. Iets, zoiets. Dus ja. Nou, we zijn dus alweer bij Scheveningen weg. Ja. Ja. En morgen ben ik weer niet. Even 2 uurtjes thuis. Zo, en nog dichterop met je. Je boer mij staan.
Dat is dus zijn motormuis. Maar hij mag die wel even gaan aanhouden. Ik denk ook wel dat hij dat gewoon zo meteen gaat doen. Nou, en toen was het alweer 17:41. Ja, en de tijd gaat door. En we zitten nog steeds lekker in de auto. Ja. Vanuit de ene uiterste kijktuin Scheveningen gaan we weer lekker naar de Jumbo. Ja. En daar hebben we dus weer Lulu zitten. Dag Lulu. Dag. Doei. Het zusje van de Heidi. Ja. We gaan even naar Lens. Eventjes naar de grote bouwput van Nederland. De grootste. Hey, Motten, toch? Hè? Motten? Ja. De Mall of the Netherlands. Ja. En oh ja. Mevrouw Klaveren, als u een berichtje krijgt, zou u die misschien wel zo vriendelijk willen zijn om die even te openen en ten even terug te reageren? Ja, dank u wel. Wat? Komt toch prima. Ja. Mevrouw Schoppen, mevrouw Hart en mevrouw Ruiten. Ja, Klaveren, ja, Schoppen. Mevrouw Schoppen, als u dit leest. Als u dit ziet, gaat u even een reactie eronder schrijven. Prachtig. Mevrouw Harten. Ja, van harte gefeliciteerd. Mevrouw van harte gefeliciteerd. Joehoe, botsautootje. Botsautootje, buim. Hier, deze. Waarom beslaat die rijdt zo hard, zo snel? Omdat we zitten praten. Ja, maar ik mag toch niet zoveel praten van je vader? Nee, dat mag ook van mij niet. Ik... Gewoon even lekker stil. Ook als je aan het vloggen bent. Vooral als je aan het vloggen bent en lekker niks zeggen. Gewoon 10 minuten niks zeggen, alleen maar jezelf in beeld houden. Helemaal goed. Prima voor dove mensen. Sommige mensen sporen niet. Dit is ook geen spoor, dit is heel veel. Toch? Dat zal wel. Dus we gaan lekker naar Mollemans. Toch? Ja. We hebben een rood stoplicht, maar we hebben ook groene stoplichten. Ik denk het niet. Doorrijlicht. Lieve mensen, hallo. Roderick staat achter mij. Druk bezig te zijn. Ja. Met een afspraak voor vanavond te gaan plannen. Oh, zij wil er ook nog wat van zeggen. Ja. Het is dus nu alweer zondag 19 januari. Ja. Mij zul je niet zo heel vaak zien. Ik hoop dat Ro een beetje aan toekomt of via zijn eigen telefoon. Misschien even te gaan filmen. Hè, tussen haakjes. Ik denk niet dat hij dat doet, maar oké. Anders zien jullie mij rond kwart over drie wel weer terug of zo. Of half vier rond die tijd. En anders weer in de auto, want we moeten weer even een hondje ophalen. Dus aan de kook gaan naar Zem vanavond. En dat moet weer naar België. Dus we hebben nog even een hele reis voor de boeg vanavond. Dus veel kijkplezier. Ja.
Ja, en wel een hele goede middag. Het is nu net 5:07 in de middag. Het is nu nog licht. Ja, het is nu 19 januari. Het is nu nog licht. Dat is grappig. Ja, dat is leuk. Maar we zijn dus nu onderweg naar Koganazaan. En hondje ophalen. Een reutje van een pup van 9 maandjes of zo, volgens mij. Dat, ja, en dat is nog een pup. Het is een husky. Wat else? En dat gaan we weer wegbrengen richting België. Ja, dus dat is 3 uur heen en 3 uur terug. Dus we zitten nog wel even in de auto. Rond een uurtje of 11, 11:30 zijn wij weer thuis vanavond. Dus waarschijnlijk wordt dat niet heel veel vloggen. Maar ik laat jullie wel even straks de husky kijken zien. Ja. Ik heb nu al... Ja. Radarcontrole, waar? Oh, 3 gemeld daar, verderop. Radarcontrole. Ja, 3 vaste kasten. Ja, 3 vaste kasten. Ja, dat klopt. Dag, doei, dank u. Ja, ik heb mijn tab als navigatie. Dus handig. Ideaal. Ik ben er weer blij mee. En Ro ook, want nou hoeft Ro niet meer te vragen. Maar hij kan het zo kijken van waar de... Hoe hij moet rijden. Dus dat is wel ideaal, toch, schat? Ja, zo. Dus ik laat jullie het even zo meteen zien. Kijk, we rijden dus zoals gewoonlijk op de weg. Ja, want anders kom je er niet vanzelf. Of je loopt op de weg of je fietst op de weg. Maar wij rijden op de weg met de auto. Tot de 70. Kijk, we rijden dat. Nou, Roderick is dus aan het rijden, wat jullie wel kunnen zien. Ja, daar. Hartstikke mooi. Mooie autootje. Nee, we worden niet voor gesponsord. En daar hebben we de NAF. Ja, de NAF. Ideaal. En we hebben broodjes en lekkers bij ons. Dat is alleen maar recht hoor. Amsterdam, Leiden. Katwijk. Even daar druk, zeggen ze. Daar loopt een mooie fietskast. Kijk, dat klopt. Klopt. Kijk. Daar. Verderop hebben we er nog een. Dus mocht je een keertje rijden vanaf ergens Den Haag. En 24.1. Was het goed dan? 24.0. Ja, 23.9. Dus dat klopt allemaal correct. Dan hebben we er hier zo meteen nog een. Hier achter de bootjes. Daar hebben we er nog ergens in. Kijk, daar. En hier hebben we erin. Joepie! Nou mensen, ik heb weer een vliegtuig gespot hoor. Het begint met de U. Maar... Wat voor ene vis, heel spannend. Ja, volgens mij wel met de kruis. Ja, nee, zo. Ik hoorde wat, maar ik wist niet waar mensen, maar nu wel. Ja.